Jawel. Hier zijn we weer, dames en heren, met een gloednieuwe video. Allereerst wil ik jullie ontzettend bedanken voor al die abonnees de afgelopen weken, maanden, jaren. Voor de afgelopen weken is het weer hard gegaan. En zoals jullie merken heb ik weer een aantal weken achter elkaar weer een leuke video's erop gezet. En daar hebben jullie massaal naar gekeken. Complimenten daarvoor. En ik wil jullie daarom ook vragen voor de nieuwe kijkers. Vergeet niet te abonneren, vergeet niet te delen, een comment te schrijven. Het is altijd leuk om terug te lezen. Vandaag hebben we een hele leuke programma, want we gaan bidden en ga ik ophalen. En dan is het de bedoeling dat we naar de politie gaan in Amsterdam. En ze hebben een hele leuke verrassing voor bidden. En ik beloof jullie dat dit een top dag zal worden. Ik ga nu niet te veel vertellen, dus zometeen maak je dat vanzelf mee. Er komt in ieder geval een glimlach op je gezicht. Dus ik ga vertrekken. De mensen die mij een beetje volgen en zo, die weten altijd dat ik best wel moeite heb met eten, vooral 's ochtends, in de middag. En ik ben altijd wel haastig en zo. En ik ben blij dat ik reclame maak voor iFood. En dat zijn gewoon drankjes. En het is gewoon alsof je een maaltijd op hebt, maar uiteindelijk is het gewoon vloeibaar. Dus meestal als ik in de auto zit en zo, dan heb ik gewoon bij me. Ik drink het op en ik heb weer de volle energie. Dus ik wil jullie vragen, check het eventjes, iFood. En probeer het gewoon. Ik heb hier een aantal smaken bij me. Ik ga het even proberen. En vorige keer had ik vanille geproefd. Ik wil zeggen laten proeven, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar ik heb hier kokosnoot. Oké. Ja man. Ja. Als ik een cijfer moet geven. Deze geef ik een 7,5. Super lekker. Kokosnoot. Volgende is peach lassi. Er is het me hier een beetje aan te kijken omheen. Wow. ...100% en 9. Het is ook wat zwaarder dan die kokosnoot. 100% en 9. Dit is echt lekker. Peach lassi. Even kijken. Wat is dit? Strawberry lassi. Een 8. Ja. Ik vind toch, had ik niet verwacht, die peach vind ik toch wat lekkerder. Dit is een 8. En wat gewoon mooi hieraan is, ze hebben echt superveel. Zo. Ze hebben heel veel aandacht besteed aan, zeg maar, dat het ook lekker moet proeven. Nou, dat hebben ze echt wel goed gedaan. Nou, en zo heb je natuurlijk veel meer smaken. Koffie, chocomel, weet ik wat allemaal. Kijk in ieder geval even op de website. En probeer het gewoon een keer. Sowieso kortingscode BrahimBidden10. Link in de omschrijving. En probeer het gewoon een keer uit. Zeker aanraden. Mohim, hele lange intro. Excuses daarvoor. Ik ga nu Bilal ophalen. En dan gaan we een toffe dag beleven. Bilal bij de politie in Amsterdam. Love naar jullie. Arrivederci. هذا ابراهيم واي واي يو اخت مانا واي واي بوسي في بيتاج واي واي اكتيفيتاج واي واي نيجاتيفيتي واي واي خين بيج فور واي واي ان ويغن دور واي واي ابراهيم ابراهيم Kijk eens, ik kom gewoon bij de politie aan. Al die auto's toeteren naar binnen, kijk eens. Kijk dan. Kijk. Ja, Mahassin, goeiedag. Wat een welkom zeg. Ja, meteen die camera, hoppa. Kijk.
Ja, Bilal. Ja, Bilal. Hij is wel geliefd in Amsterdam, hè? Nou, dames en heren, we gaan ervoor. Kijk eens. Hij zoekt gelijk zijn plek op, hoor. Nou, ik rijd het eerste stukje wel even met een G. Ja? Oh jee. Wat doe jij nou weer voorin? Ja, Brian rijdt tegen me. Hè? Geloof ik het niet. Jongen. Hé. Hey, wat doe jij nou? Wacht. Bila. Nee. Bila, anders wordt ze boos. Politie, kijk. Kijk, ja, zie je? Kijk uit, Bilal. Nou. Maar het is een succes. Tot straks, hè. Gaat goed, oma. Wat gaan we doen met Hassin? Wat we gaan doen? Ja. Coach Mustafa, die heeft een dagje georganiseerd met allemaal kindjes waar hij een tour mee gaat maken. En voor zover ik weet is het een tour vanaf Amsterdam naar Den Bosch, maar daar ben ik niet zeker van. Gaan we zo horen van Mustafa. En wij gaan gewoon ons steentje bijdragen en we gaan die kinderen een onvergetelijke dag gaan verzorgen. Oké, maar het zijn ook kinderen met mogelijkheden. En ja. Is dat met mogelijkheden in plaats van beperking? Ja, voor mij komt echt van af. Komen er van alles. Ik weet het eigenlijk niet. Dus er zijn motoren aanwezig. Brandweer gaat ook mee? Ik zou het niet weten. Het zou best kunnen dat ze ook mee rijden. Het was de bedoeling dat jij ons alles zou uitleggen. Ja, maar ik kan niet heel veel uitleggen, want het is niet mijn project. Mustafa gaat je alles uitleggen. Okay, wij delen met geen alleen onze bijdrage. Toch, misschien? Of niet? Heb je er een beetje zin in? Heb je er een beetje zin in, Bilal? Hé, hey, wat moeten de mensen doen? Wat moeten de mensen doen, Bilal? Zeg dan. Abonneren, want wij zijn echte vrouwen! Ho, dat kan niet. Nee. Nee. Wij zijn echte. Wajo, Bilal, kijk eens. Wow. Hey, de AT5 is er ook, hè? Die is voor jou, Bilal, AT5. Oké. Wat is er aan de hand? Wow, yo, Bilal. Kijk eens, ga zwaaien. Hè? Ja. Kijk eens. Wow. Ga maar zwaaien, Bilal. Ga maar zwaaien. Zwaai maar. Hij is bang! Hij komt straks terug. Kijk eens, Bilal! Bilal! Ja! Naar huis! Hey, Brian! Kijk eens, Bilal! Hey! Hij is bang! Brian! Hij is bang! Hey, Brian! Hey, alles goed? Mag, ja, het gaat goed. Mag knuffel? We zeggen bij jou Brian vlog! Ja! Altijd knuffel! Juist! Ja, het is een beetje voor Bilal, het is een beetje overweldigend. Ik vind het heel spannend. Hè? Kijk. Oh, kijk! Hij is een beetje bang. Geef maar een handje, Bilal. Kom, gaan we knuffelen, groepsknuffel? Kom. Hè? Geef maar een knuffel. Hè? Wat gaat het? Goed, met jou? Handelen. Kom. Hè? Ja. Vind je het een beetje spannend? Hè? Hé. Hey. Vind je het een beetje spannend? Ik had mijn vest al uitgedaan. Ja. Hey. Hey allemaal. Kijk, moet je hier kijken. Hoi allemaal. Welkom bij je nieuwe vlog. Ja. Wat moeten de mensen doen? Alleen maar liefde geven, alleen maar liefde! Maar ze moeten ook abonneren, Abdelrahman. Ja, abonneren! Ja. Abonneer snel bij hun, bij hun kanaal en like en subscribe nu. Ja, je hoort het, hè. En van, wie vertelt dat? Hoe heet jij? Abdelrahman. Shout-out naar Abdelrahman. Oh, kijk. Kijk eens. Assalamu alaikum. Hoe is het, Bilal? Alles goed? Ik ken mij nog. Ik ga het in bij mijn vrachtwagen. Het is een tijdtest, hè? Hier blijven. Mashallah, is wel sterk. Wordt niet alleen maar gekookt, maar ook geworsteld. Het is wel een goede film van straks, hè?
je herkent, ja. Dat is goed. Ja? De motor vandaag? Ja, mashallah. Hoi, hoi. Politie? Oh, doe. Ja, maar ik zit daar, Abdurrahman. Nee, ik ben jouw vriend, hè? Ik ben vriend, hè? Hoe heet hij? Hij heet mis... Ja! Bij mijn baard vorige keer zo, hè? Hier, hè? Inshallah. Kijk eens. Wil je op de motor zitten? Gaat Brian op de motor zitten? Is toch cool? Hè? Moet ik je helpen? Hè? Hey, dan mag je op de motor zitten? Nee, ik hoor het. Kijk, dan ga ik. Zeg maar hoe je heet, Bilal. Bilal, zeg maar hoe je heet. Zeg maar tegen agent. Bilal. Hoi Bilal, ik ben Don. Alles goed? Ja. Hey, wel een mooi pak aan. Jullie zien, dat kost Bilal echt heel veel energie om iedereen, om zeg maar dat het allemaal vertrouwd voelt. Kijk, en hij moet alles een beetje voelen, een beetje ruiken. Wil je erop zitten? Kijk. Durf je dat nog niet? Hij durft nog niet op die motor zitten. Ga ik je helpen? Ga je hem helpen? Oh, kijk. Hij durft dan. Goed zo. Kijk, deze voet hier binnen. Nee, die andere. Hier zo. Die andere. Ja, maar kan niet, want anders kan je het er niet op. Zie je dat? Juist, goed zo. Kom, dan help ik jou. Doe die andere voet. Ja, goed zo. Goed zo. Ja, kom maar. Goed zo. Ja. Oh, ik heb je. Oh. Ja, dankjewel. Zo, Milan. Kijk eens, Milan. Wat vind je ervan? Mooi, hè? Dat is een vrouw. Goed zo. Druk maar op die. Kijk, ga ik één keer drukken? Kijk. Eén keer. Eén, twee. Mag ik mee, Bilal? Ik ga niet meer bij. Als je gaat volgen, dan. Ja, dat is goed. Ja, maar
Wacht, ik weet, bij mensen met syndroom van Down is eten heel gevoelig. Willen jullie allemaal even opzij? Ik wil even eten. Ja, wachten. Ja, hoe bedoel je even wachten? Maar ik wil eten. Even allemaal opzij. Ik wil eten. Ik wil eten. Straks. Hoe bedoel je straks? Maar ik heb nu honger. Ja, wacht even. Half negen. Niemand mag eten krijgen behalve ik. Dit is allemaal voor mij, ik neem mee straks. Ik vast. Ben je aan het vasten? Ben ik aan het vasten? Ramadan. Ramadan? Ramadan. Ja. 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 Ja, oké. Wat zeg je? Niks. Ja. Bilal kan heel goed Ramadan doen, hè? Ja, en het Bilal Ramadan. Altijd. Niks eten, niks drinken. Ja. Ja, onze hero hier. Abila. Kijk. Ik ben Brahim. Brahim, ja. Uit Leiden. Ja, hoe weet jij dat nou? Ja, dat weet ik. Ik heb wel eens van jullie foto's hier gezeten toen we op één bij... Ja. Toen bij met die corona dat jij... Ja. Dat klopt. Zo, dat weet je nu. Ja, ik heb het van Moesten van gehoord. Ik heb toen ooit, twee jaar geleden, als je tegen Bilal zegt van ik mag niet van de dokter meer komen, want hij woont in een instelling. Ja. Ja, dat vond ik ook absurd hoor, dat zo streng was. Ja, dat was wel een verdrietige periode, hè? Ja, maar dat vond ik ook niet normaal, dat je als je in een instelling woont, dat je dan nergens naartoe mocht. Ja. Dat vond ik pure intimidatie. Ja, ja, kan ik me wel voorstellen. Maar goed, wij mogen elkaar nu wel eens zien. Ja, waarom ook niet? En knuffelen. Ja, nou dat moet. Dat moet kunnen, of niet? Ja, maar ik vond dat toen al een beetje overdreven van de politiek. Ja, maar dat was misschien een beetje nieuw, hè? Ja, omdat het niet goed is. Maar ik bedoel, kijk, als jij blind bent of je woont in een instelling of je woont thuis, dan moet het gewoon niet uitmaken. Ja, ja. Daar erger ik me, omdat je dan toevallig een pech had. Ja. Dat je in een zorginstelling was, dan mocht je niks. Ja. Nou, dat vind ik gewoon een beetje... Nee, dat vond ik... Beetje lastig. Nou, ik vond dat dat ook gewoon niet moet kunnen. Ik bedoel, ja. Nee, snap ik. Hé, maar hoe vind je het vandaag? Prima, heel leuk. Ja? Goede ervaring? Ja, leuk. Maar jij kan niks zien. Nee, maar dat, ik vind het wel leuk om op de motor mee te mogen. Hè. En dat, die wind wat langs je heen gaat en zo? Dat je dat gevoel hebt van buiten gewoon. Ja, heerlijk hè? Hey, wacht even. Hey, maar wacht even. Maak foto. Waarom krijg jij eten en ik niet? Ja. Maak foto. Ja, hoe bedoel je, maak foto? Camera. Maar dames, waarom krijgt hij eten en ik niet? Hij krijgt eten. Dat kan niet. Oh, dankjewel. Doei. Hey, hallo. Ja. Hallo. Kom eens hier. Hallo, kom eens hier. Doei. Hey, kom eens hier. Nee, ik wil een beetje eten. Hallo. Ramadan. Er is één iemand, dames, er is één iemand die mag geen eten hier. Oh? Ja, hij is een beetje verdacht. Hij kan geen geheim bewaren. Ja, vriend, ja? Ik hou jou in de gaten, hè. Ik hou je aan de gaten. Ja, kom maar. Ja? Hij was me al met puppy ogen. Ja. Dit is... Het is Ramadan, dus hij mag niet eten. Voor een keer mag ooit komen. Alleen bij. Nee. Wat zeg je? Ja. Ja. Geen ruzie, niks aan de hand. Mag... Lief voor elkaar zijn, hè? Ja, dat is het. Ja. Grappig. Ja. Alleen maar liefde. Alleen maar liefde. Ja. Hij lust geen kip. Ja.
Hij lust geen kip, hij mag geen kip. Wel? Oké. Nou, vooruit dan maar. Ja. Wat doe jij hier? Wat meen je dan? Ik sta in de rij met Bielen. Ja. Want Bielen heeft honger. Bielen, jij hebt honger toch? Jij hebt honger toch? Wie heeft er honger? Oh, allebei, ja. Nou, heel veel succes samen. Ik heb mijn plekje alweer. Jongen, ja. Ga je schijntje. Ja, hoi. Dag. Nou, dat is toch een prachtig beetje. Wie heeft er honger? Oh, niemand heeft honger? Oké. Okay. Stop maar met kip halen, dat is genoeg. Zij hoeven niet allemaal. Heb jij ook honger? Klein beetje of heel veel? Oh, sorry. Wat zeg je? Ik heb wel honger. Echt waar? Ja. En jij, heb jij honger? Zeker weten? Klein beetje of heel veel? Heel veel. Ja, jij hebt geen honger, hè? Jij hoeft niet te eten. Ik wel. Heb je ook honger? Ja. Meen je dat nou? Maar jij bent van de brandweer. De mensen van de brandweer hebben toch geen honger? Ik was op de scooter. Nee, joh, dat geloof ik niet. Ja. Echt? Ja, ik was in ban. Niet? Nee. Wajo. Ik ging niet huilen, hè? Nee. Nee, ik heb niet gehuilen. Zo, dat vind ik echt... Ik vond het echt leuk. Heb jij een applausje gegeven? Ja. Nou, waar dan? Ik hoor niks. Ik durf wel, hoor. Op de... Zo, kijk, applaus voor jou. Ja. Ja. Ik durf wel op de motor. Zo, dat vind ik echt knap. Ja. En jij? Ik moet jou, Oké. Ik ben een beetje bang. Waarom? Ik ben al een beetje hard. Huh? En jij? Nee. Ben jij niet bang? Nee. Ik ben een beetje bang. Waarom dan? Ja, rijdt hard. Oh. Ga je mij klappen? Nee. Mag je hard? Nee. Hij niet. Oh, jij hebt geen honger, hè? Jawel. Waar kom jij nou vandaan? Ik kom in Marokko. Oh, ja. Ja. Oh, sorry. Nee, komt goed. Ik ga bij Marokko. County. Hè? Ja. Maar wacht even. Ja. Hoe kan jij nou weer voor de derde keer in de rij staan? Alleen hij is hier. Heb jij al gegeten? Nog niet, moet je wachten. Kan niet. Ja. Ik zag jou net daar staan. Ik wacht in de rij. Hoe doe je wachten? Hoe doe je wachten in de rij? Ja. In de rij wachten. Ik hou je in de gaten, vriend. Nee, je moet in de rij. Oh, oké. Wacht even hoor, even kijken. Oh. Nee, Bilal hoeft niet. Hallo Bilal, waar ga je heen? Geen politie meer, niks. Heb je genoeg? Hey, Bilal. Nee, dat is hij. Wat doe je? Een vorkje pakken, Bilal. Is lekker? Jongen, en ik? Attentie. Ja. Er mag niet meer gegeten worden. Mag eten. Iedereen moet nu stoppen met eten. Ja, mag eten. Mag drinken. Nee. Mag drinken. Nee. Ja. Mag ik deze meenemen? Nee, doe maar. Nou, eten maar. Ja, maar wacht, ik dacht dat wij vrienden waren. Ja, vrienden, jij toch? Mag dat komen? Nee. Kom maar. Mijn grapje. Maak een grapje. 1 hour later. Ho. Ho. Wat is dit nou? Mag we eten? Nee, dat kan niet. Lekker. Hoe dit kan zeker? Ja. Nee, kan toch niet? Alleen kip. Ah, dankjewel voor mij. Zo. Oh. Hij gaat even. Echt? Ah. Mijn grapje. Dit is een grapje, hè? Ja, oké, dit is voor jou dan. Goed. Oké. Je moet eten, jij. Ja. Oké, nou succes. Ja. Ik ga weg. Goed. Ja. Dankjewel. Ja. Jij bedankt. Aan mijn kind, volgende week. Ja. Rapper. Met Dindin. Dindin. En? IJs. Hey, ik wil jou oprecht bedanken voor deze mooie dag. Oké. Ja? Dank je. Is goed, man. Eet smakelijk, hè? Goed, Bilal. Ga ik doen. Jalla, succes. Ja. Hey, rustig, mevrouw, rustig. Ik heb rustig. Oké. 3, 2, 1.
Jawel, hier zijn we weer. Hij is helemaal gesloopt, hè? Hij is helemaal kapot. Ja, jij ook? Ja, ik ben ook echt moe. Ja, hè? Kan je je voorstellen hoe Bilal zich voelt? Mm. Hey, hoe vond je het, meisje? Ja, superleuk vandaag. Ja. Zo mag je. Omdat iedereen gesloopt is. Jawel, hier zijn we weer, dames en heren. Ja, sowieso voor ik verder ga. Vergeet alvast niet te abonneren, vergeet niet te delen, vergeet niet te liken. Toch, Bilal? Of niet? Maar Hassin, hoe vond jij het? Superleuk. Ja, hè? Ja, was echt leuk, hè? Of niet, Bilal? Ik dacht dat alleen Bilal vermoeid was, maar jij bent ook aardig. Nee, ik ben ook echt wel moe, maar de moeheid is alle moeite waard geweest voor deze dag. Ja, hè? Absoluut. Want even voor jullie de kennisgeving, dit was gewoon haar vrije dag, hè? Ze hoefde eigenlijk niet te werken, maar heeft het toch opgeleverd. Ik wil sowieso iedereen bedanken voor het kijken. Alle heroes die vandaag te zien waren, echt super tof. Ik heb me echt kapot gelachen. Ik wil Mustafa bedanken. Mijn geloof, echt compliment hoe je dit hebt neergezet. Ik wil Bilal bedanken. En ik wil natuurlijk politie Amsterdam. Eigenlijk, naar haar zin, hè. Wil ik super bedanken voor deze prachtige dag. Voilà. Jij bedankt genoten. Voor het komen. Met jij ook bedankt voor het komen. Ja? En, volgend jaar zijn we er weer bij, hè? Inshallah. Dan gaat Mustafa het grote doen, schijnt. Dus dan gaan we gewoon weer aansluiten. Je zet hem gelijk onder druk, hè? Ja. Hey Bilal, wat moeten de mensen doen? Abonneren, want wij zijn echte mannen. Ja. Wij zijn echte. Vrouwen. Wat zeg jij nou? Ja. En wij geven iedereen alleen maar? Liefde. En wij zeggen altijd? Verre tijd. Positiviteit. Aarde. Aarde voor dit. Bilal ya.